bij de vierjarige kleuter genaamd Rodelsja Landveld is een hersentumor ontdekt. En de ouders zouden zeker 30.000 SRD moeten betalen voor medische ingreep. Met veel pijn en smart stapte zij na 1 voor 12 voor hulp vanuit de gemeenschap. En hun oproep resulteerde in een inzameling van financiële middelen overal in Suriname en ook buiten de grenzen. Hiervan het volgende in beeld. Het volgende brengt ons naar een update van het kindje Landveld, meneer Vismalen. Natuurlijk zou de gemeenschap willen weten hoe staat het met de gezondheidssituatie van kindje Landveld nu. Tot nu toe maakt kindje Landveld het heel goed. We hebben afgelopen dagen, week zijn we heel intensief bezig geweest met het inzamelen, het ophalen van gelden van donateurs om dat te verzamelen ter betaling voor haar operatie. Maar ik mag zeggen dat ze al een eerste operatie heeft ondergaan. Dat had meer te maken met vocht dat was opgehoopt in de hersenen. En dat is al gedaan. En nu is er een tweede fase dat ondergaan moet worden. En dat heeft te maken met de tweede fase dat gedaan gaat worden, gaat bestraald worden, heb ik begrepen van de specialist. En dat gaat de komende week gedaan worden. Hoe zit het met de voorbereidingen daarvan? Het kindje was in eerste instantie een beetje zwak, heb ik begrepen. En moest een beetje bijkomen, moest de technische dingen van het ziekenhuis ken ik niet. Maar ik denk dat het nu redelijk goed gaat met haar. En nu is het afwachten op fase 2, bestralingsgedeelte. U moest de nodige voorbereidingen treffen voor fase 2. Wat zijn de voorbereidingen? Ik heb begrepen dat u een garantiestelling hebt moeten tekenen. Ja, omdat ik de betaling op mij heb genomen. Wij als 1 voor 12 hebben garant gestaan om de betaling te doen. Want kijk, je gaat inzamelen en je weet maar nooit als je het bedrag zou kunnen halen. Maar ik mag toch tevreden terugblikken dat wij tot en met woensdag een bedrag van iets meer dan 20.000 al hadden opgehaald. Inzameling vanuit Nederland op ons ING-rekening, mensen hier op scholen, Gliskantoor. Mensen, een paar mensen van het academische kruis hebben ook geld ingezameld. Verschillende mensen hebben gelden ingezameld. We hebben de afgelopen dagen gelden opgehaald. Ik mag zeggen, het was heel enerverend voor mij. Ik moest gaan naar scholen, ik moest gaan naar een individuele donateurs, het op en neer rijden. Heel enerverend voor mij. Ik deed dat zelf omdat je, niet dat je mensen wantrouwt, maar men heeft belief in 1 voor 12 en in Vismalen en ik zeg, laat me dat zelf op me nemen, dat niets verkeerd gaat. 20.000 SRD is reeds binnen. De vraag is, hoe zit het nou met het resterend deel? Hoe gaat het met de overheid? Is de overheid ingekomen? Heeft u contact gehad met de overheid? Ja, ik mag tevreden terugblikken. Ik ben vandaag gebeld geworden door het ministerie van Sociale Zaken. En zij hebben mij beloofd, gezegd, toegezegd dat zij inkomen met het resterende bedrag. Dat heeft me echt opgelucht. Echt opgelucht. En vandaag heb ik toevallig individuele donateurs binnengekregen en dat hebben we ook ingezameld. Oké, de overheid is ingekomen, maar als er nog mensen zijn die zeggen van dat geval van het kind heeft me dus getroffen, ik wil alsnog mijn bijdrage doen. Kan dat? Hoe kan dat? Hoe gebeurt dat? Waar gebeurt dat? Je kan alsnog doneren. Ik moet dit zeggen, onze transparantie die werkt namelijk zo dat we alles in beeld brengen. Wij hebben, vandaag is vrijdag, wij hebben tot nu toe, vandaag vrijdag hebben we in totaal in kas met wat we vandaag hebben opgehaald. Ik heb het hier op papier. Ik heb SRD 4630 SRD. En euro dat we vanuit onze ING-rekening hebben gekregen, dat is 420 euro. U snapt,
het ministerie van Sasavo kwam in met het resterend gedeelte voor de operatie of voor bestralingsgedeelte. Maar dat is nog lang niet klaar. Je hebt nazorg. En daar staan wij ook garant voor om familie Landveld bij te staan. Als er medicamenten betaald moeten worden, dan hebben ze een kleine kast bij 1 voor 12 om dat ook te kunnen doen. Dat kind moet straks begeleid worden. Ze is pas 4 jaar. En als we dat gaan, we gaan dat ook op ons nemen om met de middelen die we in huis hebben, we gaan kijken tot hoe ver wij kunnen. Wij hebben een klein budget nu binnen. Wat we nu al binnen hebben, parkeren voor kindje Landveld. En dat is ons missie. Okay. Natuurlijk hopen wij dat de mensen nog steeds blijven doneren. Er is nog nazorg, dus de weg staat nog open voor ieder om nog hun donatie te doen. Helemaal. Behalve 1 voor 12 heb ik ook een samenwerking met de school waar kindje Landveld zelf zit. Zij hebben ook ingezameld. En de juf vroeg mij van meneer Vismalen, als de overheid met de rest inkomt, wat moet ik met dit geld doen? Ik heb er toen gezegd van, stort dit op de rekening van de school. Wanneer dat nodig is voor kindje Landveld, dan moet hij samen met 1 voor 12 dat gaan bekostigen. Ten slotte wil ik alle donateurs bedanken in Suriname, in Nederland. Van waar dan ook u gedoneerd heeft, ik zeg nogmaals dank. Er zijn zoveel mensen, Surinamers en niet-Surinamers, die een bijdrage hebben geleverd voor kindje Landveld. Ik zal maar een paar namen noemen. Mevrouw Tjona Koon, mevrouw hoofdinspecteur Shepherd, mensen van Glis. Heb je zo verschillende scholen die hebben gedoneerd. Ik wil jullie allen dankzeggen die een bijdrage hebben geleverd. Maar we zijn nog lang niet klaar. We wachten op het resultaat van de specialisten om te horen dat kindje Landveld weer de oude is geworden. Nazorgtraject, dat volgt nog. Maar laten we de komende week afwachten op wat er nog gedaan moet worden voor kindje Landveld. En we gaan met de goede moed ervoor dat kindje Landveld de oude weer wordt. God bless naar iedereen toe. Enkele donateurs hebben beloofd in te zullen komen met nog wat financiële ondersteuning. Wij kijken uit naar die middelen zodat het vooralsnog kan worden ingezet bij het natraject van nazorg en verpleging.